De 22-jarige Jip Bost uit Maastricht ontwikkelt duurzame souvenirs op Aruba. Het is een groot stageproject dat uiteindelijk voet aan de grond moet krijgen. Het eilandje is relatief schoon, maar er wordt zelden tot geen afval gerecycled. Klopt, dus nu op Aruba zijn we bezig met het recyclen van glas. Om daar een product van te maken. En dat is vooral omdat er op Aruba heel veel afval allemaal op één hoop wordt gegooid. Dus er wordt niet heel veel gedaan met recycling. Het project staat nog in de kinderschoenen. Momenteel onderzoekt de 22-jarige met welke bedrijven ze gaat samenwerken. En kijkt ze in welke vormen ze het glas kan opsmelten tot een souvenir. Nou, de ketting, dat was meer een test die ik bij Terrafuse kon doen. Dus daar doen ze veel workshops met glas. En daar hebben ze me geleerd hoe je met glas een kraal kan maken en daar dus ook een ketting van kan maken. Dus dat is niet specifiek wat we uiteindelijk gaan maken. Dat is nog niet zeker. Dat ligt een beetje aan hoe kunnen we het glas verwerken en hoe gaat dat eruit zien. Buiten dat het beter is voor het eiland zelf, moet het project er ook voor zorgen dat inwoners en toeristen anders omgaan met afval. Dit project gaat heel erg om het sociale deel. Dus hoe kunnen we mensen laten denken en een beetje de stap te geven van oké, ga nadenken over het afval dat je produceert en wat daarmee gedaan wordt. Het einde van de stageperiode is in zicht, maar een langdurige toekomst op Aruba, dat ziet ze wel zitten. Ik moet nog wel even terug om verder mijn studie af te ronden, maar ik ben dan wel van plan om te kijken of ik hier uiteindelijk fulltime kan gaan werken.